En nu gaan we luisteren naar terug opnieuw naar Klaas Delru. Van hierboven brengt hij. En we horen ook nog een getuigenis. Als je het leven zou vergelijken met een pretpark, dan zou de attractie die het beste past bij de rouwverwerking de rollercoaster zijn. Het rouwproces dat je door moet, telkens de eerste keer vrij lastig, maar opnieuw en opnieuw moet je erdoor. Hij wordt er wel beter in. En in gesprekken met mensen ben ik altijd heel eerlijk geweest over mijn gevoel. Ik merk dat het altijd moeilijk was, maar dat brak het ijs wel onmiddellijk, die eerlijkheid en die openheid. Want elk gesprek start toch met de vraag, hoe is het? En daar ben ik altijd heel eerlijk in geweest. En nog altijd, en ik ga het altijd blijven doen, want dat helpt mij. Van hierboven alles klaar, de zeven rolt gewoon aan rimpels. Wij zijn hier en zij zijn daar, zover als we kunnen kijken. Niks van jou en niks van mij, hoe verder weg van waar we wonen, des te meer zijn we hier vrij. En hoe zijn we hier gekomen? Hoe lang mogen we hier zijn? Dus hierboven is het simpel, dus hierboven zijn we vrij. En de wind verlegt de duinen helemaal voor jou en mij. Van hierboven is het simpel, nu nog vloed en straks weer eb. Zo ver weg van waar we wonen, ben jij alles wat ik heb. Ben jij alles wat ik heb. En hoe zijn we hier gekomen? Hoe lang mogen we hier zijn? Het is simpel van hierboven. En hoe zijn we hier gekomen? Hoe lang mogen we hier zijn? Het is simpel van hierboven. Wij zijn groot en zij zijn klein. En hoe zijn we hier gekomen? En hoe lang mogen we hier zijn? Het is simpel van hierboven. Wij zijn groot en zij zijn klein. En hoe zijn we hier gekomen? Hoe lang mogen we hier zijn? Het is simpel van hierboven. En hoe zijn we hier gekomen? Hoe lang mogen we hier zijn? Het is simpel van hierboven. Wij zijn groot en zij zijn klein.